Het leven van de tand is vol gevaren. De mond zit vol bacteriën die uit etensresten zuur kunnen maken. Zuur, wat het buitenste laagje van de tand kan aantasten. Ik ben Gert Stel, kindertandarts en bij het UMCG verantwoordelijk voor het onderwijs en de patiëntenzorg van de kindertandheelkunde. Normaal is het tandlazuur het hardste materiaal van het lichaam. Als er nu maar vaak genoeg van die zuuraanvallen komen, bijvoorbeeld door als je vaak tussendoor wat eet of drinkt, dan kan dat brosgeworden glazuur uiteenvallen en wordt een gaatje zichtbaar. Wacht, ik laat het jullie wel even zien. Als je nou een gaatje gaat krijgen, begint dat meestal in het tandglazuur. Daar voel je nog niks van. En op een gegeven moment komt het op de overgang van het tandglazuur naar het tandbeen. Als het maar lang genoeg duurt met die zuuraanvallen en dat het brosgeworden glazuur uit elkaar valt, dan kun je het gaatje vaak zien en voelen. Vroeger zette de tandarts vaak gelijk de boor in een gaatje om vervolgens de scherpe randjes glad te maken en de kies van binnen mooi schoon. Als de kies helemaal schoon was, werd die gevuld. Vroeger met een zilvervulmateriaal en nu met een witte vulling. Eigenlijk wachten we liever nog even wat af, omdat we weten dat we een gaatje soms kunnen laten stoppen met groeien. Dus, wil je gezonde tanden, moet je niet te veel zoetigheid eten, niet te vaak eten en vooral je tanden goed poetsen. Maar hoe weet je nou of je goed poetst? Bacteriën die in de mond de gaatjes veroorzaken, kun je niet goed zien. Ze zijn namelijk wit, net als je tanden. Hey, dag Mark. Hoi. Hey, ga zitten. Helemaal goed. Vroeger werden de bacteriën met zo'n rood tabletje zichtbaar gemaakt. Een rode tabletje zorgde ervoor dat alle bacteriën mooi rood gekleurd werden. Maar eigenlijk kleurt alles rood. Je lippen, je wangen, je tong. En ook dat wat eigenlijk helemaal niet de schadelijke bacteriën zijn. Gelukkig hebben we daar nu iets nieuws voor. Bij kindertandheelkunde op het UMCG gaan we onderzoek doen met deze camera. Het lijkt een gewoon fototoestel, maar is dat niet. Er zit een heel speciaal flitser op, waar wit licht uitkomt. Maar ook heel speciaal blauw licht, wat de bacteriën goed zichtbaar maakt. Even kijken of ons dat lukt, Mark. Zeg Mark, als we nu naar deze foto van jouw tanden kijken, dan zie je hele mooie, schone tanden. Maar heb je nou echt goed gepoetst? We hebben die speciale foto gemaakt en dan zien je tanden er opeens heel anders uit. Langs de randjes zie ik eigenlijk niet dat het heel erg rood is. Je hebt eigenlijk dus goed gepoetst. Maar als je nou niet goed gepoetst zou hebben, dan ziet het er zo uit. In de mond zijn wel meer dan 500 verschillende soorten bacteriën. Sommige helpen je gezond te blijven en andere zijn schadelijk. Goed poetsen doe je niet alleen om gezonde tanden te houden. Schadelijke bacteriën uit de mond kunnen ook op andere plaatsen in het lichaam voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld aan je hart of bloedvaten. Goed poetsen kun je leren. Zo hou je je tanden en je lijf gezond. Voor nu en voor de rest van je leven.